4 januari 2019. Vandaag is het Wereldhypnosedag. Bent u wel eens onder hypnose geweest? Wij gingen op pad. Nee, ik ben niet in de hypnose geweest. Heeft u enig idee wat het inhoudt? Hypnose is een ziekte, denk ik. Wat zeg? Ik ben dakloos. Ah, u bent de super... Ik woon hier in dichterbij. Okay. En wat zou u nou van vinden als ze hypnose gebruiken om hier de problemen op te lossen? Wat bedoel je? Hypnose gebruiken om problemen op te lossen in Arnhem? Hypnose, wat bedoel je? Stel dat een hypnotiseur u zou kunnen helpen, zou u dat dan aangrijpen? Graag. Graag? Ja, tuurlijk. En u zou het niet erg vinden dat u dan in een soort trance wordt gebracht? Nee, natuurlijk niet. Dan die gasten moet gewoon vertrouwen hebben en hij jou helpen ergens mee. En dan jij gewoon moet luisteren. Gewoon meewerken. Nou, wat let u? Het is vandaag dus Wereldhypnosedag. Ja. Dus als u nu gaat googlen, dan kunt u vast een goede hypnotiseur vinden. Graag. Ik ga dan wel vanavond doen. Vandaag, 4 januari, is natuurlijk begin van het jaar, maar het is ook Wereldhypnosedag. Okay. En bent u zelf wel eens onder hypnose geweest? Ja, 1 keertje bij Rassi Rostelli. Dat meent u? Ja. En? Het was een hele aparte ervaring. Wat dan? Ja, dat weet ik. Dat is heel lang geleden. Dat was hier bij Mr. Zakroen. Maar hoe voelt dat? Je weet niks meer. Nee? Je weet helemaal niks meer. En ik heb het ook nooit meer gedaan. Iets heel anders dan eten. Want ik weet dat u hier een heel lekker restaurantje heeft. Maar het is vandaag Wereldhypnosedag. Mm-hmm. Bent u zelf wel eens onder hypnose geweest? Vertel. Nee. Nee, nooit. Behalve toen ik verliefd werd. En jullie, weten jullie wat hypnose is? Ja. Wordt door een iemand, dus meestal door een kettingtje of zoiets. Ja. Ja, en dan doe je wat hij wilt of zij. Ja. En wat vind je daarvan? Geloof je daar ook in? Nee. Ik vind dat onzin gewoon. Dan zeg je ook, ik zou het zo doen, want het is onzin, ik geloof niet. Nee, ik zou het niet doen. Nee, nog niet. Nee. U zegt nog niet? Zou je dat wel willen? Nee, joh, doodeng. Wat vindt u er eng aan? Ja, ik weet niet, het onbekende. U gelooft er wel in? Nou, dat weet ik ook niet. Soms als ik tv-programma's zie, dan denk ik van, oh, leuk. Maar ik zou het zelf, nee. Bent u wel eens onder hypnose geweest? Nee, nooit. U kijkt er ook bij zo van, dat ga ik ook niet doen. Nee, dat klopt. Nee, daar heb ik geen enkele behoefte aan. Vindt u het eng? Ja, ik zou mijn wil niet zomaar aan iemand anders overleveren. Niet zo gauw. Nee. Gelooft u er wel in? Nee. Nee. Ja, ik weet dat het kan, maar ja, ik weet niet waarom ze dat... willen doen, zeg maar. Nee. Mag u iets vragen? Natuurlijk. We zijn van RTV Arnhem. Bent u wel eens onder hypnose geweest? Ik ben nog nooit onder hypnose geweest. Nee. Waarom niet dan? Dat is niks voor ons. Ik ben onder hypnose. Wij zijn gewoon jongens van het goede. Maar, ik heb een hypnotiseur bij me. Vind je het goed dat jullie even onder hypnose gaan? Nee, dat doen we. Ik ben een beetje bang. Ja, ik ben wel een beetje bang. Nou, rij maar snel door dan. Ja, is goed. Fijne dag. Dag.